Welkom bij Earth Matters TV. Mijn naam is Arjan Bos en in dit interview gaan we het hebben over de gezondheidsclaimsverordening, collodiaal zilver en de NVWA. Bij mij aan tafel zitten daarvoor Bert Switters, juridisch adviseur van de NPN, de Nederlandse branchevereniging voor natuurproducten. En ook onderhoud jij de website healthclaimscensored.org, onder andere. En Hessel Hoornveld is directeur en uitvinder van Meditech Europe, een bedrijf met veel gezondheidsproducten. 3 jaar geleden, Bert, hebben wij Dutch Matters gedaan. En dat was een grote kennisbijeenkomst eigenlijk over de Codex Alimentarius en de gezondheidsclaimsverordening die op 14 december 2012 volledig actief is geworden. En die sinds 2006 in voorbereiding was eigenlijk. Wat heb jij sindsdien gezien, de richting van het beleid waar het uit is gegaan? Is er een belangrijke jurisprudentie op geweest? Hebben we iets meer vrijheid gekregen of steeds minder? Kun je iets schetsen van het beeld wat er sinds die 3 jaar is gebeurd in die gezondheidsclaimsverordening? Nou ja, steeds minder. Steeds minder vrijheid? Steeds minder vrijheid. Er is zelfs een zeer recente uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie op 14 juli. Waarin het Hof heeft bepaald dat de gezondheidsclaimsverordening ook van toepassing is op informatie die door bedrijven wordt verstuurd aan professionals, dus aan gezondheidsprofessionals. Nou, dat zijn artsen, diëtisten enzovoort enzovoort. En het Hof heeft bepaald dat als die communicatie beoordeeld kan worden als commercieel, dus dat in die communicatie wordt aanbevolen dat consumenten dat product gaan kopen of dat er een prijs in genoemd wordt of weet ik veel, wat dat op een of andere manier commercieel is, dan is die gezondheidsclaimsverordening van toepassing. Mm-hmm. En bedrijven die hadden altijd nog het idee, tenminste met name dan in die voedingssupplementensector, die hadden altijd het idee van nou, als het nou maar naar de professional gaat, dan zijn we nog redelijk vrij in onze communicatie. Ja. Nou, dat is dus qua gezondheidsclaims niet meer aan de orde. Nee. En dat mag ook niet meer. Je mag wel communiceren, ja, maar dan moet dat echt super strikt niet commercieel zijn. Ja. En ja, wat je natuurlijk straks krijgt, is dat iedereen daar weer over gaat steggelen. Ja, wat is nou commercieel en wat is nou niet commercieel? Klopt. Maar voor de kijker die er niks van af weet, zou je heel kort en bondig kunnen zeggen wat de gezondheidsclaimsverordening eigenlijk is? De gezondheidsclaimsverordening is een Europese verordening. Die geldt dus in alle lidstaten. Mm-hmm. En die regelt dat ondernemers per definitie zelf niks meer mogen zeggen op het gebied van de relatie tussen voeding en gezondheid. Ondernemers is dus het recht van spreken ontnomen. Ondernemers mogen wel voorstellen doen aan de Europese wetgever over welke claims zij dan denken, hè? Dat die claims belangrijk zijn voor de consument, dan kan je zo'n claim indienen. Op het moment dat die claim is ingediend, dus ja, dat jij jouw dossier hebt ingediend, heb je er eigenlijk al geen zeggenschap meer over. Dan stuurt de Europese Commissie dat naar de EFSA, dat is de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Die gaat dat bekijken. Daar is een speciaal panel die daar die dossiers doorneemt en evalueert. De EFSA adviseert dan weer aan de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat dan kijken, vaak samen met het parlement, of er nog politieke of ideologische of hele andere kwesties zijn die dan ook nog beoordeeld moeten worden. Mm-hmm. En dan wordt zo'n claim of afgewezen. Nou, de meeste claims worden afgewezen. Ik kan me herinneren van 3 jaar geleden dat er een getal circuleerde van 40.000 aanvragen, waarvan er slechts 222 zijn goedgekeurd. Ja, nou ja, in extreem vorm gezegd is dat zo, ja. Maar kijk, en die claims die dan geautoriseerd worden, die worden dus in de wet vastgelegd. Dus wat je nu hebt is dat levensmiddelenfabrikanten, hè, dus van levensmiddelen, maar daar horen ook voedingssupplementen bij, die mogen dan een bij wet gelegaliseerde claim gebruiken
in hun communicatie, dus in hun commerciële communicatie, mm-hmm. advertenties en productlabels en enzovoort enzovoort. Een goedgekeurde claim en vanuit de overheid en de rest is a priori verboden. Ja, van tevoren al. Ja, in commerciële communicatie. Ja. Ja. Het was ook zo dat, dat een ondernemer nog wel een persoonlijk advies mag geven. Is daar ook inmiddels iets in veranderd? Nou ja, ja, de meeste ondernemers zijn ondernemingen. Hè, dus het gaat over levensmiddelenfabrikanten. Ja, ja. Ja, persoonlijk advies. Wat is dat dan, weet je? Wat is... Nou ja, kijk, bij een drogist krijg je geen persoonlijk advies. Nee, dat is helder. Maar goed, als je bij een drogist voor de schappen staat, dus er mag niet meer op een flesje staan waar het nou eigenlijk goed voor is. Nee. En dus dan is dat in ieder geval geborgd. Maar dan mag de apotheker nog wel, ja, als iemand er naar vraagt, iets daarover zeggen. Ja, oogluikend werd toegestaan. Is daar inmiddels ook jurisprudentie op dat niet meer mag? Of is het... Nee, niet dat ik weet. Okay. Maar de... er zijn een aantal uitspraken gedaan inmiddels door het Europese Hof. Ja. En eigenlijk zijn al die uitspraken continu in het voordeel van de Europese Commissie, dus van de Europese wetgever. Ja. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij een zaak die ook bij het Europese Hof heeft gediend, waarin we gezegd hebben, het is een beetje te complex om dat nu uit te leggen, maar waarin we gezegd hebben, nou ja, de uitvoering van die gezondheidsgrensverordening, die deugt helemaal niet. Er wordt veel te veel door de commissie, ja, dan is het weer dit en dan is het weer dat. En dan wachten we even met zus en dan wachten we met zo. Maar dan gaan we dat wel doen. Dus een volkomen ondoorzichtige manier van uitvoering. Maar ja, het Hof zegt dan gewoon, ja, het is allemaal tot je dienst. Maar ach, de Europese Commissie die heeft een bevoegdheid daarin. En ze mogen van die bevoegdheid bijzonder ruim gebruik maken. En dan kunnen wij eigenlijk als Europees Hof alleen maar zeggen van, nou ja, de bedoelingen van de commissie die zijn goed. En die claimsverordening die is helemaal in orde. Dus laat ze nou maar hun gang gaan en dan komt het wel goed. Nou ja, het komt dus niet goed. Nee. Want er wordt steeds meer informatie onthouden aan consumenten. Ja, 3 jaar geleden heeft de... Europese NPN, hoe heet die organisatie? EHPN. EHPN. Dat is de Europese branchevereniging van natuurproductproducenten. Gezamenlijk iets van 2,5 ton erin gestoken. Nou ja, dat was denk ik die rechtszaak. Oh, oké. Okay. Denk ik, maar ik weet niet. Nee, dat is toen op die NPN-meeting genoemd. Hè, om het beleid in een iets andere richting te doen bewegen. Maar dat eigenlijk helemaal niet gelukt is. Ja. Nou, die rechtszaak was overigens geen zaak van de EHPM, maar van de Nederlandse vereniging, dus de NPN en de Engelsen. Aha. Dus wij hebben samen met de Engelsen hebben dus die rechtszaak gedaan, omdat de Europese brancheorganisatie wat terughoudend was met het uitdagen van de commissie voor het Europese Hof van Justitie. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal prima. Dat bedoel, je hoeft ook niet altijd ter strijde te trekken. Maar wij hebben dat toen wel gedaan. Maar ja, het heeft niet geholpen. Nee, helaas. Nog andere initiatieven die wel geholpen hebben? Nee. Waar je van weet? Helemaal niet dat ik weet. Oké. Okay. Nou, wij zitten ook aan tafel met Hessel Hoornveld. Jij hebt in het verleden te maken gehad met de NVWA, toen het nog Nederlands beleid was. Inmiddels is het Europees. Dan heeft de NVWA niet zoveel meer te zeggen. Anders dan dat ze een uitvoeringsorgaan zijn van de Brussel. Van... kun jij iets zeggen over wat, waarom je mij hebt gecontact van, goh, nu, wat heb ik nu weer bij de hand met de NVWA? Nou ja, het komt er hier plat gezegd op neer dat je langzaamaan het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dus dat wil zeggen, je dient heel erg creatief te zijn om toch datgene waar je voor staat, om dat dus uit te dragen. Ja, in het verleden ben je al heel creatief geweest. Kun je daar iets over zeggen? Wat jouw contact met de NVWA was? En wat je... Nou, het ging eigenlijk allemaal ongelooflijk goed totdat de NVWA in beeld kwam. Aha, want en het ging goed. Met welke instantie had je dan te maken? Nou, we hadden eigenlijk met niet zoveel instanties te maken. Ik bedoel, als we bijvoorbeeld over een product als colloidaal zilver praten, dan ben ik in begin 90
mee begonnen en dat te populariseren. Ik heb er artikelen over geschreven. Ik heb het in principe vrijgegeven zodat iedereen het kon gaan gebruiken. Ja. Omdat ik toen al wel voorzag dat dat niet een eeuwigheid zou gaan duren dat ik dat vrij kon doen. En op een gegeven moment is dan de NVWA eens een keer om de hoek komen kijken. Of die heb ik eigenlijk uitgenodigd omdat ik al signalen had. En gewoon gevraagd van jongens, nou wij produceren dat en we komen elkaar tegen. Dus vertel jullie mij nou hoe je het wil hebben. Ja. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Dus ik heb een deskundige ingeschakeld die met mij het hele traject heeft doorgelopen. En je hebt ze straks het boekwerk gezien wat ik geproduceerd heb. Dat is een fikse pil. Wat de Bijbel eigenlijk nog een kleintje bij is. En op een gegeven moment zijn dus twee inspecteurs van de NVWA gekomen. En die hebben dat hele boekwerk doorgeneusd. Die hebben de productieruimte gezien enzovoort. En die hebben eigenlijk gewoon gezegd, nou hoor mevrouw. Wij hadden de bedoeling eigenlijk een klein beetje om hier heel streng mee te zijn. Maar we kunnen er geen gat in schieten, dus gefeliciteerd. Mm-hmm. Dus toen dacht ik... Dat was ik, te nou, goed. Dus ja, dat was... nou ja, ik had er ook wel toch wel experts bij gehaald. Ja. En dat gaat een aantal jaren gaat dat goed. En dan komt er dus, komen er weer twee heren aan. Overigens hele aardige gasten hoor, die ook niet precies meer weten van wat ze er allemaal mee moeten. Komen er bij binnen of bellen aan en zeggen, kunnen we even met je praten? Nou ja, ik zeg, je bent er nou toch, dus laten we maar een bakkie doen. En toen zei ze tegen mij, van datgene wat jij dus eigenlijk aan een consument levert, dat moet een voedingssupplement heten. Nou, ik zei, dat was ik niet van plan. Ja, toch willen wij dat je dat wel doet. Maar ja. Kijk, colloidal silver, dat wordt niet alleen maar gebruikt om in te nemen. Dat wordt ook in verven gebruikt als een schimmelwerend middel. Ja, dat wordt in koelkasten gebruikt en zo kan ik al uren doorgaan. Ja. En ik bedoel, er zijn al zoveel onderzoeken op geweest. Er, ik geloof iets van 1000 verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Ja, kun je iets van vertellen wat colloidaal zilver is voor mensen die dat niet weten? Ja, colloidaal zilver is eigenlijk van oudsher een waterzuiveringsmiddel. Bijvoorbeeld de Romeinen die gebruikten het om water erin te doen, zodat er dus geen bacteriën of virussen in kunnen komen. Ten tijde van de Coag-Cag, dan praat ik alweer over een aantal jaren terug, moesten wij het dus een natuurlijk antibioticum noemen. Oké. Okay. En op een gegeven moment, nou, dat ging allemaal goed, dat er op een gegeven moment een inspecteur gewoon binnenkomt en binnen gaat lopen en rond gaat kijken en die zegt, ja joh, dat natuurlijk antibioticum, daar gaat niet meer, dat moet eraf. Nou, ik zei, waar hebben jullie dat gepubliceerd? Ja, dat publiceren we niet, dat vertel ik je. Oké, okay, zo gaat dat. Zo gaat dat, ja. Niet altijd hoor, maar over het algemeen wel. Dat is wel heel bijzonder. Nou, dan zijn de heren geweest, dus ik heb gewoon die stickers weer laten aanpassen, teksten laten aanpassen. Maar dat kost wel weer, geld. Ja. Wat schetst mijn verbazing, 2 maanden later komt een van de heren weer en die zegt, het is per heden verboden om het überhaupt nog een voedingssupplement te mogen noemen. Nou, dan kon ik weer beginnen. Weer stickers aanpassen. Daar heb ik wel wat van gezegd. Ja, maar daar schiet je niet zo vreselijk veel mee op. Maar dat publiceert de NVWA niet. En nee. Dicteert gewoon van dicteert nu moeten dit en nu moeten dat. Dus degene die dat bepaalt, als hij een slechte nacht heeft, dan mag jij je stickers weer aanpassen. Ja. Zo klinkt het. Nou ja, zo is het ook. Kijk, wat zij ze in principe zeggen is van, wij weten niet wat we ermee aan moeten, in welke hoeken we het moeten drukken. Maar je kunt eigenlijk colloidal silver, net als een aantal andere producten, met water vergelijken. Wij drinken het, maar we wassen onze auto er ook mee. We geven onze planten er ook water mee. En waarom doen we dat? Is het ergens goed voor? Nou ja, als je water niet inneemt, dan ga je dood. Nee, oké. Okay. Maar waarom zouden we dat met colloidaal zilver willen doen? Omdat het een... nou kijk, jullie hebben pas geleden nog een stuk gepubliceerd over van Dr. Merkola. Ja. Een Amerikaanse grootheid en arts op het gebied van gezondheid. En die zegt heel simpel, het punt namelijk met antibiotica is dat de superbacterie daar niet op reageert. Mm-hmm. Die krijgen ze dus niet meer om zeep. En het enige wat dus wel helpt, is dus gewoon colloidaal zilver. Dat staat onomstotelijk vast dat dat zo is. Die bedient een veel breder spectrum. Ja, uit onderzoek blijkt ook dat als je colloidaal zilver toevoegt aan antibiotica, dat het dus met gemak 1000 keer effectiever wordt. Dat is wetenschap. Ik bedoel, dat verzin ik niet. Nee. Het staat vast dat dat zo is. Mm-hmm. Dus niet alleen in mijn beleving is het zo, dat het dus een iets
Wat, zoiets dient gewoon vrij voorhanden te zijn. Dat ga je dus niet mangelen of proberen van de markt te krijgen en wat dan ook. Dat ga je stimuleren. Ja, zeker. En als je dat niet doet, dan begin ik ernstig mijn gedachten te krijgen. Ja, en die heb je nu. Ik ben natuurlijk gewoon ongelooflijk diep teleurgesteld. Ja. En niet omdat ik dat toevallig produceer. Ik heb het vrijgegeven zodat iedereen het kon gaan produceren. Maar ik ben ontzettend teleurgesteld in de manier waarop. Ik wil, je moet je voorstellen dat er mensen zijn die daardoor gewoon een normaal leven kunnen hebben. En wat voor soort mensen moet ik me dan voorstellen? Dat kan van alles zijn. Wat voor ziektes? Ziektebeelden wil ik niet zozeer noemen, maar als je het vooral over kandidaachtige zaken hebt, maar ook mensen die ontstekingen in de mond hebben, of bijvoorbeeld overal allergisch voor zijn. Mm-hmm. Maar het gaat ook veel verder dan dat, en die informatie kun je vrij op internet vinden. Ik zal toch een beetje voorzichtig zijn met mijn uitspraken. Ja, ja. He, want dat, en er kan dus nog, je zegt van er kan veel meer mee, maar dat is nog gevaarlijker om te zeggen. Want dit is al, en dit is natuurlijk al best wel wat. Wat het doet, maar de potentiële gezondheidseffecten die zijn, dat hoor ik impliciet uit je woorden, die kunnen vrij groot zijn. Nou ja, als de deskundigen die dus dat onderzocht hebben en die daar dus het woordje over kunnen doen. Ja. In wezen ben ik alleen maar een boodschapper die gewoon een heel mooi product maakt. Ja. Maar als het van een dergelijk groot belang is, dan zou je er anders mee om dienen te gaan, is mijn beleving. Ja. En anders dan heb ik zoiets van, wat voor belangen spelen hier een rol? Ja, inderdaad. En wat is nu concreet wat je van de NVWA moet doen of niet meer mag? Nou, wat ze gezegd hebben is dat ik het dus op de stickers geen voedingssupplement meer mag zetten. Dat had ik dus nooit. Nee. Maar wat ik van hun op moest zetten, in principe wat dus door de consument ingenomen wordt, dat moet ik er nu weer afhalen. Mm-hmm. Nou, kost allemaal tijd, kost allemaal geld. Ja, ja, zeker. Ja. Is dit een beeld wat een normaal beeld wat je herkent, Bert, in het veld? Ja, dit is natuurlijk dat is een klassieke voorbeeld van iets wat werkt. Iets waar een hoop mensen baat bij hebben. iets wat, laten we maar vanuit gaan, niet gevaarlijk is. Ja. En dan zie je aan de andere kant de wetgever. De regelgever, die op een hele andere manier daarmee omgaat. En in dit verband, colloïdaal zilver, er is een paar maanden geleden, of eind vorig jaar, een nieuwe verordening aangenomen door het Europees Parlement, maar ook dus door de Europese Commissie. En dat heet dan de Novel Food Regulation. Dat is dus nieuwe levensmiddelen. Ja. En die verordening die zegt dat levensmiddelen die niet in behoorlijke mate in de handel waren voor 1997. Nou, moet je nagaan, dat is al bijna 20 jaar geleden. Ja. Daar moet je een aanvraag voor indienen bij de Europese Commissie. Die wordt dan weer beoordeeld door de EFSA. Of dat wel op de markt mag. Dus kijk, vroeger was het zo dat levensmiddelen die waren wettelijk gezien veilig. Want onveilige levensmiddelen mocht je a priori niet op de markt brengen. Nee. Dus met een levensmiddel kon je zo de markt op. Ja. Dat was dus in Europa tot 1997 het geval. Ja. Kom je nou met een nieuw levensmiddel, dat kan zijn een levensmiddel wat überhaupt nog nooit op de markt is geweest. Gekloond vlees wat, of zo. Ja, of wat door en wat middels een nieuwe techniek gemaakt wordt. Kunnen ook levensmiddelen zijn uit andere landen. Nou ja, buiten Europa dus. Maar daar hoort Amerika bij, maar ook India, derde wereldlanden. Al die nieuwe levensmiddelen, dus na 1997 op de markt gebracht. Ja, die hebben nu een goedkeuring nodig. En in die verordening wordt echt specifiek met name genoemd de nanoproducten. Nou, colloïdaal zilver is een nanoproduct. Hè? Ja. Dus dat zijn ultiem kleine deeltjes van wat ook maar. Ja. Dus alle nanoproducten zijn
novel foods geworden. Ja, nou, op zich niet zo raar. Hè? Dus dat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen dat dat erin staat. Want er zijn natuurlijk heel veel nanoproducten. Ja, met. Maar het betekent meteen dat de NVWA bij Hessel gewoon komt vertellen. Ja, dat mag niet meer. Nee, dus het is niet iets wat de NVWA verzint. Dat komt gewoon uit Brussel. Ja, ja. Alles wat de NVWA in Nederland doet, moet je eigenlijk voorstellen. Dat is allemaal uitvoeren van regelgeving die in Brussel wordt bedacht. Ja, dus zie jij het ook zo dat we geen Nederland meer zijn? We zijn gewoon Europees? Op dit gebied niet meer. Nee. Is er nog een gebied waarop er wel Nederlanders zijn? Of topic? Nou ja, militair zijn we nog wel. Maar dan zitten we in de NATO, dus ja, dat helpt ook niet verder. Nee. Ja, en er zijn gebieden die zijn niet gedelegeerd aan de Europese Commissie. Nou, dat is bijvoorbeeld de rechtspraak. Maar dat is ook, en dat is de publieke gezondheid, dus public health, is niet Europees geregeld. Dus die bevoegdheid hebben de lidstaten niet gegeven aan de Europese Commissie. Nou, dan zou je denken dat daar een kans ja, ligt. Ja, maar wacht even. Dan, okay. Ja. Maar dat is alle beleid op het gebied van ziekenzorg, ziekenhuizen, ziektekostenverzekeringen enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal nog nationaal geregeld. Mm-hmm. Artsen, noem het maar. Maar wat wel gedelegeerd is, dat is dat de Europese wetgever mag ingrijpen op het gebied van consumentenbescherming, maar dan consumentenbescherming op het gebied van producten. En daarom zie je dus ook dat al die verordeningen, en vroeger waren dat meestal richtlijnen, die dus uit Brussel worden uitgevaardigd, die hebben altijd te maken met producten. Mm-hmm. En je moet je voorstellen, en dat is bij colloïdaal zilver echt heel duidelijk aan de orde, al die regels, hè, die zijn allemaal, die gaan uit van, ja, wat voor type product is dat? En die typering, daar gaat men uit van een begrip dat is normaal beoogd gebruik. Mm-hmm. Dus als een fabrikant een product heeft, dan moet hij bedenken, hè, wat is nou het normale beoogde gebruik van dat product? Ja. Waarom breng ik dat product op de markt? Wat mm-hmm. moeten consumenten daarmee doen? Ja. Nou, en je ziet dus dat de geneesmiddelenwetgeving, de levensmiddelenwetgeving, maar ook de wetgeving op het gebied van antibacteriële producten, reinigingsmiddelen. Ja. Die wetgevingen die beginnen allemaal met, ja, wat is het beoogde gebruik van dat product? Mm-hmm. En dat is ook wat de NVWA bij Hessel dus, laten we zeggen, heeft aangeroerd. Ja. Als het beoogd normaal gebruik van dat product is, als op het etiket staat, je moet het innemen omdat als mondwater, of je moet het innemen tegen weet ik veel wat voor mm-hmm. ziektes, dan moet dat op het etiket staan. Nou, ja. En dan zegt de VWA, nou, in die vorm mag het niet. Maar als je colloïdaal zilver verkoopt en er staat op te gebruiken bij het wassen van uw auto, dan mag het wel. Maar dan val je wel weer onder alle wetgeving en regelgeving. Die gaat over het gebruik van autoreinigingspoetsmiddelen. Ja, precies. En dus als je een product op de markt brengt, dan word je geacht aan te geven, aan te duiden, waar is het voor? Ja. Waarvoor moet de consument dat gebruiken? En als je dat in dit geval heel multi aangeeft, zo van nou, het kan voor autopoetsmiddel, maar ook voor allerlei andere dingen, waaronder inwendig gebruik? Ja, daarvoor ziet de wet er natuurlijk niet in. Want multitask product, weet je wel. Ja, je kan het gebruiken bij kanker, maar ook als een levensmiddel, maar ook als dit en ook als dat. Ja. Ja, dan wordt het nogal lastig voor de wetgever. Maar die zeggen gewoon, nou, dan gaan we het dus per geval bekijken. En als je dan, en dat is dus waar we mee begonnen, ja, die claimsverordening, de gezondheidsclaimsverordening, die loopt daar als het ware overheen. Mm-hmm. Want als jij, als je een product op de markt brengt, dan val je onder alle regelingen die betrekking mm-hmm. hebben puur op dat product. Maar de gezondheidsclaimsverordening gaat over,
Wat zeg ik over dat product? In termen van gezondheid. Dus dan ben je niet in, op het gebied van de geneesmiddelenwetgeving. Je bent ook niet op het gebied van de poetsmiddelen. Hè? Maar dan gaat het over gezondheid. Nou, gezondheid en levensmiddelen. Levensmiddelen, dat zijn producten die je inneemt. Hè? Dus voeding, drank, noem het allemaal maar. Kauwgom hoort er zelfs bij. Dat zijn allemaal levensmiddelen. Geneesmiddelen zijn daarvan uitgezonderd. Maar alles wat een mens wat door het mondje gaat, dat beschouwt de overheid als een levensmiddel. En dan zit je in de levensmiddelenwetgeving. Dan moet je voldoen aan veiligheid. Nou, veiligheid, dat is dan, je moet dus bewijzen, hè, dat jouw product veilig is. Nou, er is een Engels bedrijf geweest die heeft een veiligheidsaanvraag voor colloïdaal zilver gedaan bij de Europese Commissie. Dat is door de EFSA is dat bekeken. Ja, en dat is eigenlijk, zeg nou maar, afgewezen bij gebrek aan de mogelijkheid om dat product te karakteriseren. Dus, want waar hebben we het nou over? Is het water? Zit er zilver in? Hoe zit dat zilver er dan in? Nou, dan weet Hessel precies hoe die daarop zou moeten antwoorden. Ik weet dat niet. Maar de EFSA heeft gezegd, ja, we kunnen er eigenlijk niks over zeggen, want we weten helemaal niet waar dit over gaat. Maar zolang je niet die goedkeuring hebt, kan je het niet als levensmiddel, dus met het doel dat het als levensmiddel gebruikt wordt, als voedingssupplement of hoe dan ook, kan je het niet op de markt brengen. En wat zou jij zeggen dat Hessel nou het beste kan doen? Wat hij het beste kan doen, ja, dat is heel lastig. Ik als poetsmiddel colloïdaal zilver gewoon blijven verkopen. Mm-hmm. Of welke andere dan levensmiddeltoepassingen er maar zijn. Ja. En dan mag je maar hopen, want daar mag je natuurlijk helemaal zelf als ondernemer helemaal niks over zeggen. Dan mag je maar hopen dat consumenten begrijpen op een of andere manier dat dat product dan ook goed is voor hun gezondheid. Ja, dan moeten ze al bij andere informatiebronnen vandaan halen dan. Nou ja, kijk, weet je, ik ben niet de enige producent. Er zijn nog een aantal producenten. Ik denk dat er in Nederland ongeveer 150 zijn. En er zijn een paar die springen eruit. En daar ben ik er een van. En ze zijn er waarschijnlijk nog een twee. Die het gewoon vrij goed en heel professioneel doen. Kijk, voor ons is het zo dat wij er gewoon een andere naam op zetten. En daar heeft de NVWA niks meer over te vertellen. Wat zet je erop dan? Waterzuiveraar bijvoorbeeld. Dan valt het onder een andere afdeling. Ja. Oké. Okay. Maar en als dat ook verboden wordt, verzin je weer iets anders. Ja. En als dat niet meer gaat, dan ga je ondergronds. Dan ga je naar het buitenland. Of je. Er zijn al websites in Nederland, daar is gewoon de leverancier niet meer van te traceren. Op darknet. Dus ja, dat gaat gewoon ondergronds. Ja. Weten ja. ze ook dat dat zo is. Ja, ja, zeker. Maar bemoeien ze zich niet mee omdat Brussel andere commando's geeft. Maar het wordt er wel kleiner van. Ja, overigens niet. Wil ik er nog wel iets over zeggen. Of we hebben het over nanometalen in zijn geheel. We praten niet alleen over colloïdaal zilver. Wat men zegt, dat mag je niet meer als een voedingssupplement verkopen. De grap is namelijk dat zij het over, dat de NVWA het over een voedingssupplement heeft. Nanometalen toegevoegd aan een voedingssupplement, maar gedistilleerd water is doodgewoon geen voedingssupplement. Dat is een spoelmiddel. Dus dat klopt juridisch al niet. Nee. Dan hebben ze erover dat bijvoorbeeld ook colloïdaal goud daaronder valt, mits een elektrolyseproces. Goud is niet met een elektrolyseproces te maken. Dat schiet je los met een hoogspanning. Dus in die formulering van hetgeen wat dus alle producenten binnenkrijgen, klopt iets niet. Maar goed, daar zou je voor moeten procederen om dat tegendeel te bewijzen. Nou ja, goed, het leuke van een advocaat is natuurlijk, voordat je überhaupt wat gezegd hebt, krijg je al een papier toegestuurd of je maar een voorschot wil betalen. Ja. Nou, dat was ik niet van plan. Die zijn wel drie kwartjes per uur, die advocaten. Nou ja, ik bedoel, ik kan wel een advocaat betalen. En, maar ik heb zoiets van, onze hele branche is hier, heeft hier ernstig last van. Ja. En het zijn allemaal mensen die gewoon niet eens zozeer het geld verdienen hoog in het vaandel hebben staan. Maar die vanuit een bepaald sociaal gevoel een enorme passie en een drive hebben om met z'n allen de wereld een klein beetje beter te maken. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk op dit moment door allerlei instanties of wat het maar zich wil noemen, met handen en voeten getreden. Ja. En wat in Brussel zit, hebben wij niet gekozen. Dus we worden aangestuurd door een bezetter. Ik kan het niet anders zien. Nou.
Maar het aardige is wel, of het verontrustende is wel, dat al deze wetgeving juist uitgaat van consumentenbescherming. Ja, maar de consument was natuurlijk al beschermd door de reclamecodecommissie. Maar bijvoorbeeld op het gebied van claims, gezondheidsclaims, ja. Maar je ziet dus dat het is een hele dubbele functie. Want Hessel zit hier om consumenten te beschermen. Dat wil zeggen om consumenten gezonder iets te geven waardoor ze gezonder worden. Precies. Maar al deze wetgeving, ook die claimsverordening, de reden, hè, de politieke, ja, haast ideologische achtergrond daarvan is: we moeten de consumenten beschermen tegen, ja, tegen wat? Ja, tegen ondernemers zoals Hessel. Want het is zeer anti-industrieel opgetuigd, al deze wetgeving. En je ziet dus dat het beschermen van de consument op deze manier eigenlijk het tegendeel bewerkt. Want de consument, één, heeft de beschikking over minder producten en heeft beschikking over veel minder informatie. Ja. Want er gaat dus een enorme berg informatie over de relatie tussen voeding en gezondheid gaat op deze manier verloren. Althans, in commerciële communicatie. Ja, het is natuurlijk heel gek dat we, ja, als we de supermarkt inlopen, dan hebben we 80% producten waar carcinogenen in zitten. En andere neurotoxinen en weet ik veel wat. Dat allemaal volstrekt normaal is en legaal. En dat op het moment dat iets neigt naar ontzettend gezond, dan wordt het echt super verboden. Dat is een beetje het beeld wat ik op zie doemen. Ik vind dat een heel verontrustend beeld. Nou, wat je ziet gebeuren is dat, kijk, als je de geneesmiddelenwet bestudeert, dan zie je dus dat geneesmiddelen worden extreem gecontroleerd. Mm-hmm. Hè? Maar worden wel toegestaan. Wat gebeurt er bij geneesmiddelen? Er wordt een risico-benefit, hè? Dus een risico-heilzame werking afweging gemaakt. En die afweging, die is nodig, omdat de meeste geneesmiddelen, althans allopathische geneesmiddelen, ja, die zijn giftig. Zeg het nou maar zo. Mm-hmm. Dus wat moet je doen? Ja, maar ze werken ook, maar ze hebben nadelige effecten, bijwerkingen. Nou, dat wordt allemaal afgewogen enzovoort enzovoort. Dus voor de geneesmiddelenindustrie is het op de markt brengen van een product, nou ja, dat is nog een hele kwestie, mm-hmm, zeg nou maar. He, dat kost veel geld enzovoort enzovoort. Dan zie je dus levensmiddelen, die mogen zomaar op de markt komen. Wat je nu ziet gebeuren is, je ziet eigenlijk dat de farmacologische manier van wetgeving maken, hè, dus het farmacologische model, ja, dat zie je eigenlijk langzaam overgaan naar de levensmiddelenwetgeving. Bijvoorbeeld novel foods, ja, hè, dus alles wat nieuw op de markt komt, dat moet op veiligheid worden getest. Mm-hmm. De claimsverordening, wat je over die producten zegt, dat moet worden bewezen. Maar als je dat bewijs levert, dan wordt dat gewogen, dat wordt geëvalueerd door een aantal mensen die daar, laten we zeggen, criteria op loslaten, die misschien helemaal niet bedoeld zijn om de relatie voeding-gezondheid te meten. Ja. Want dat is nog even een heel aparte kwestie. En de eis bijvoorbeeld die dan gesteld wordt, dat is, ja, dat die onderzoeken die dan op tafel komen, dat die moeten dan gedaan zijn in gezonde mensen. Maar het is nog niet eens zo eenvoudig om te bewijzen dat een effect optreedt van voeding. Dat voeding een effect heeft in een gezond persoon. Want die gezond persoon is gezond. Die begint gezond en die neemt iets. Ja. En hoe ga je dan meten in een gezond persoon wat het effect is? Nou, dat is een heel ander meetmodel, zeg maar, wetenschappelijk meetmodel, dan dat je zegt, nou ja, ik heb 100 mensen die zijn verkouden en ik geef een geneesmiddel. En 80 die zijn na 2 dagen niet meer verkouden en 20 nog een beetje. Nou, dan werkt het. Ja, dat is makkelijk. Maar bij iemand die gezond is, kan je dat zo niet meten. Nee. Maar als je wel dat farmacologische meetmodel toepast op het gebied van onderzoeken die gedaan zijn met voeding, ja, dan valt eigenlijk alles af. Omdat je dan
in dat meetmodel tekortkomt. Ja. Nou, en dat is één van de problemen die misschien wel voorzien zijn, maar waar nooit echt heel goed over nagedacht is, hoe je dat dan moet doen. Die wet, die Claimsverordening is gewoon boem, die is op tafel gelegd, die is er gekomen. Consumentenbescherming, ja, hip 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 hoera. Niemand heeft zich van tevoren gerealiseerd hoe dat dan allemaal in de praktijk uitgevoerd moest worden. En welke criteria dan gehanteerd moeten worden in het evalueren van die gegevens. En veel, kijk, als je dan wat wil, hè, politiek gezien, doe het dan andersom. Zeg dan van, nou, wij gaan over 10 jaar gaan we dit invoeren. En we gaan nu deze 10 jaar gebruiken om te kijken met elkaar, industrie, wetenschap, noem het allemaal maar, hoe gaan we dit in elkaar zetten? Zo is het niet gegaan. Nee, er is heel veel rechtsongelijkheid geschapen eigenlijk bij de invoering van deze wet. Omdat ze ook heel onduidelijk waren naar webshops bijvoorbeeld. Over hoeveel kliks verwijderd moest zijn. Een claim en een inhoudelijk verhaal, een redactioneel verhaal. Ja. Is daar inmiddels al opheldering over? Hoe is dat, of is er nog steeds zoveel rechtsonzekerheid? Er was altijd al opheldering over in die zin. Het was altijd al verboden, gewoon boem, om medische claims te maken. En dat wordt vaak door elkaar gehaald. Dat is niet de gezondheidsclaims, dat zijn geen medische claims. Dus en waar die, kijk, dat two clicks away, dat systeem. Mm-hmm. Ja, dat had heel vaak betrekking op het maken van medische claims. Hè? Dus dat is genezende claims, hè, zeg nou maar. Want als je een genezende claim maakt, dan komt het product waarvoor je die claim maakt automatisch door die claim onder in het werkingsgebied van de geneesmiddelenverordening of richtlijn. In Nederland dan de geneesmiddelenwet. Hè? Ja, en dat om daar een ruimte te scheppen tussen je product en je claim en de geneesmiddelenwet, hè, worden er dan zo een paar van die stappen ingelast. Maar dat is een andere problematiek dan die van de gezondheidsclaims en van het op de markt brengen van bijvoorbeeld kolloïdaal zilver. Maar goed, daar hebben we als branche natuurlijk wel mee te maken. Ja, zeker. Mensen die publiceren en verkopen en produceren. Ja. Wat maak jij mee van het bewustzijn van de NVWA? Zijn die nu allemaal heel eager om dit uit te voeren? En, of hebben ze ook nog wel enig besef van wat ze hiermee eigenlijk doen? Dat nou, het is niet alleen zo dat ze dus dat ze af en toe bij mij een bakje koffie komen halen, maar ik heb ook klanten daaronder. Dus ik ben wel een beetje meer geïnformeerd. Het punt is namelijk dat dus de uitvoerenden over het algemeen hier niet zo blij mee zijn. Hmm. Omdat ze namelijk andere dingen zien die veel belangrijker zijn. En als zij die zien en constateren, dan worden ze teruggefloten. En omdat ze hier prioriteit aan moeten geven? Omdat ze hier dit soort dingen dan prioriteit moeten geven. Maar dit gaat niet alleen om dit soort, zijn er meer dingen waar ze prioriteit aan moeten geven. En wat ze eigenlijk liever niet zouden doen, omdat de dingen die ze constateren toch eigenlijk belangrijker vinden en eigenlijk willen aanpakken. Ja. Als ze iets anders belangrijker vinden, dan betekent dat impliciet nog steeds dat ze er wel achter staan om dit uit te voeren. Terwijl ik het zie als een potentieel heel echt een super gezondheidsproduct. En wat iedereen, wat eigenlijk vrijelijk beschikbaar zou moeten zijn in elke drogist en dat soort dingen. Maar zij zien het niet zo, kennelijk. Nou, dat valt wel mee. Een uitvoerende is die krijgt gewoon de opdracht van je hebt dat maar te doen. Ja. Klaar, that's it. En die jongens die weten natuurlijk bliksemschoed dat als ze bij mij over de stoep komen, dat ze natuurlijk wel met een bedrijf te maken hebben die donders goed geïnformeerd is en die weet waar ze mee bezig zijn. Ik bedoel, wij halen de beste mensen in huis om producten te maken en te controleren. De producten die worden regelmatig naar door de NVWA goedgekeurde laboratoriums of gecertificeerde laboratoriums gestuurd om daar analyses te maken. En wij gaan in analyses verder dan dat het eigenlijk zou moeten. Dus wat dat betreft doen we natuurlijk wel iets bijzonders. En het zou veel mooier zijn dat als bijvoorbeeld zo'n organisatie zou zeggen, nou laten we eerst eens bij die Hornveld eens kijken van wat die daarvan weet. Die weet er veel meer van dan wij ervan weten. Want die jongens worden gestuurd en die moeten allemaal nu beslissen.
Maar ze weten eigenlijk nog niet eens precies over wat voor producten of ze het gaan hebben. Ja, heel bijzonder. Nou ja, het is te gek voor woorden. Ja. Wij moeten gewoon met z'n allen weer eens leren normaal te doen. En hoe gaat Meditech een normale koers varen in de komende tijd? Ach, ik ben natuurlijk een... kijk, ik hoef officieel niet meer te werken. Kijk. Maar er zijn mensen die het wel heel belangrijk vinden dat ik datgene wat ik op heb gezet, dat dat doorgaat. Ja. Dus misschien dat ik een koper zoek voor het bedrijf of gewoon dat mijn zoon het bedrijf door doet. Moet ik maar even kijken. Maar er zijn wel 6 mensen die er werken, die daar een boterham verdienen. En ik merk zelf dat hetgene wat ik doe, vooral met een multiwave oscillator, dat gaat echt over de hele wereld. En daar reis ik ook steeds meer voor. Dus het kan ook wel zijn dat ik colloidal silver gewoon in een aparte onderneming onderbreng ergens. En dat het gewoon zijn gang kan gaan, want stoppen, dat doen we niet. Nee, ook goed om te horen. Ja. Zou een van jullie nog iets willen toevoegen voor dit interview? Op dit moment? Nou ja, kijk, het is, je ziet dus dat er twee werelden zijn. Hè? Dus de wereld, de Brusselse wereld, waar de Engelsen dan afstand van genomen hebben inmiddels. Ja. En waar ook natuurlijk naar aanleiding van de Brexit, dan gaan er ook in Nederland stemmen op. We willen uit de EU en we willen dit en we willen dat. Je ziet dus dat het antwoord van de Brusselse elite, zeg maar, gewoon is van, nou ja, nog meer Europa. Want hoezo Engeland? We gaan gewoon lekker door. Ja. Dus, maar het is een heilloze weg. Want je ziet dus dat de gewone mens, één, geen idee heeft wat zich daar allemaal boven zijn hoofd of boven haar hoofd afspeelt. Nee. Geen idee. Nee. De verordeningen die Brussel uitvaardigt, die zijn onleesbaar, zeg nou maar. Daar moet je echt moeite voor doen en toch wel op een bepaalde scholing hebben om dat allemaal te lezen en te begrijpen. Het wordt allemaal door juristen in elkaar gezet op een uiterst slimme, zeg nou maar, sluwe manier. Ja. Het wordt politiek, laat ik nou maar zeggen, aanvaard door het Europees Parlement. Nou, wie zit er in het Europees Parlement? Dat zijn ruim 800 mensen die gekozen zijn door 20-30% van de stemgerechtigden. Want meer mensen stemmen niet voor het Europees Parlement. Dus het is volkomen losgezongen van de dagelijkse werkelijkheid. En de mensen die gekozen zijn, die mogen ook geen wetten maken. Het parlement mag inmiddels wel wetsvoorstellen doen. Nou, dat heb ik helemaal gemist. Dat mag. Maar en ze mogen wetten afkeuren. Maar kijk, op het moment dat zo'n wet die vorm heeft, hè, dat het dus door de Europese Commissie als voorstel naar het parlement wordt gestuurd, dan is de zaak eigenlijk al gedaan. En daar zit niemand bij. Daar zitten de parlementariërs niet of nauwelijks bij. Daar zitten de nationale parlementen, dus de nationale volksvertegenwoordigers. De Tweede Kamer zit daar niet bij. De ministeries van lidstaten zitten daar niet bij. Dat voltrekt zich buiten ons om. En je komt achteraf ook er eigenlijk nooit achter wie heeft nou het initiatief genomen voor zo'n claimsverordening? Hoe is dat gegaan? En op het moment dat eigenlijk het idee al vorm heeft, dan worden dan de stakeholders, die worden er dan bijgehaald. Dan volgt er een publieke consultatie. Dan mag iedereen er nog een plasje over doen. Dan mag je nog dit zeggen, dan mag je nog dat zeggen. Het heeft nul invloed. Ja. De EFSA doet regelmatig consultaties wanneer ze dus weer een opinie naar voren willen brengen, zeg maar. Want de EFSA komt regelmatig met opinies. Hoe moet op een bepaald gebied iets verlopen? Hoe moeten wij als EFSA dat wetenschappelijk allemaal doen? Zo'n draft, zo'n concept voor zo'n opinie wordt geschreven. Dan komt er een public
consultation. Nou, dan mag je allemaal zeggen, ja, dit en regeltje 396. Nou, dat zou zus en zo en dat klopt niet. Ja. Als je dan de uiteindelijke opinie doorleest, is er nauwelijks iets veranderd. Ja. Dus het is een spelletje voor de bühne. Ja. Al die publieke consultaties. De zaak is al gedaan. Mogen we dat ondemocratisch noemen wat jou betreft? Totaal. Ja. Dus we leven in een dictatuur. Ja. Of dat dan een dictatuur is à la Turkije, dat weet ik niet. Maar we leven in een... Kijk, we leven in een samenleving waarin wij met z'n allen de macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht hebben overgelaten, ja, aan mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Die dat leuk vinden om macht uit te oefenen. Nou, volgens mij is het, nou, als ik kijk naar de... wij hebben dat niet gekozen, we hebben het eigenlijk tegenovergestelde gekozen. Want wij hebben tegen de Europese grondwet nee gezegd. Ja, en die heeft een naamsveranderingetje gekregen. Ja. En de volgorde van drie paragrafen zijn veranderd. En daar drukken we dan een stempel op verdrag van Lissabon. En dat is dan eigenlijk de grondwet die ondemocratisch tot stand is gekomen. Die gewoon de Nederlandse wet totaal dicteert. En dus de Wim Voermans, hoogleraar staatskunde en bestuursrecht, die zegt gewoon, het is een scam. En dat is dus feitelijk is de keurig nette ondertekening van het verdrag van Lissabon is niets minder dan een staatsgreep geweest. Ja. Ja. Nou, in de Amerikaanse politieke geschiedenis wordt dat tirannie genoemd. Ja. Nou, dat is het woord wat ik dan zou kiezen, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat het zit allemaal in dat gremium ongeveer. Dus daar hebben we mee te maken. Dus ik ben blij dat jullie daar een tipje van de sluier over op hebben gelicht vandaag. Dus jullie heel erg bedankt voor de komst naar de studio. En Hessel, heel veel succes met de verdere loop van de onderneming. Dat gaat wel goed komen. Dat gaat al goed, dus dat hartstikke goed. Goed, jullie heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.